gaat over het project Planten in de Klas. Of eigenlijk twee projecten Planten in de Klas, maar dat ga ik zo even uitleggen. Ik ben van Intergreen. Zometeen gaat Bert van Duin wat vertellen. En hij is van onderzoeksinstelling Vitagoras. En Wouter Jongkind is van het Welland College. Dus we zijn eigenlijk met z'n drieën. En die anderen komen er zometeen bij. En dit gaan we even heel kort laten zien. Ik leg even uit hoe die twee projecten nou allemaal samenwerken. Bert gaat vertellen wat die planten in die klas nou hebben opgeleverd of aan het opleveren zijn. Want dat is een onderzoek wat nog loopt. Wouter gaat vertellen hoe dat nou in de praktijk gaat in zo'n klas. Dat is op zich volgens mij best interessant wat hij me er al van verteld heeft. En dan ga ik iets vertellen over crowdfunden. Zijn er mensen hier in de zaal die helemaal niet weten wat crowdfunden is? Kijk, dat is hartstikke goed. Want dat was een half jaar geleden al. Maar mocht ik daar dus allerlei gekke dingen gaan zeggen waarvan je zegt, oh, wat is dit? Onderbreek mij dan straks gerust. Dit is het primaire project waar het mee begonnen is, het Plant in de Klas. We zijn in de gemeente Haarlemmermeer op 10 groene wanden in 10 verschillende klaslokalen van 10 verschillende scholen geplaatst. Geopend door wethouder Nedersticht. En daar wordt nu al het onderzoek en deze begeleiding bij gedaan. Dat is zeg maar het primaire project. Nou, wij van Intergreen waren eigenlijk ook zoiets van plan, maar dan met één wandje. En toen wij hiervan hoorden, dachten we, nou ja, laten we die twee projecten samenvoegen. Kunnen wij wat mooiere filmpjes en dingetjes gaan maken. En wat meer aandacht besteden aan de publiciteit. En dan draait het Haarlemse Meerproject niet met één wandje, maar met 10. Nou, dat filmpje, dat is blijkbaar zo bijzonder. Dat moet ik eventjes uit de presentatie en dan dat filmpje gaan halen. We hebben van alles geprobeerd. Het gaat dus over de opening en over. Hoi, ik ben Tim en ik ben Filip. En wij zitten op de Juliane van Stolberg School in Hoofddorp. Wij hebben iets heel bijzonders in de klas. En het is groen. Heel groen! Dit is onze groene wand. Niemand minder dan de wethouder van duurzaamheid komt zo langs. Om de groene wand officieel te openen. Zullen we beginnen met 10, 9, 8. En laat nu de zuurstof maar heerlijk de klas in komen en dat jullie lekker en fijn goed kunnen leren. Volgens onderzoek zweven er veel vieze stoffen in een klaslokaal. Planten eten die vieze stoffen, oftewel fijnstof, op. Daarvoor in de plaats geven ze dan weer gezonde stoffen terug, zoals zuurstof en waterdamp. En daardoor wordt de lucht in de klas niet alleen schoner, ook onze prestaties verbeteren erdoor. En we hebben hem pas 2 dagen en nu al merk je het verschil. Sinds de plantenwand kan ik veel beter werken in de klas. De lucht is minder droog en het ruikt heel lekker. Sinds de plantenwand er is, ben ik veel rustiger. Ik heb minder last van mijn keel nu. Sinds de plantenwand er is, kan ik me beter concentreren in de klas. En dan kunnen we ook nog stroom opwekken met deze planten, maar daar oefenen we nog mee. Kijk maar. De wand is ook gemakkelijk in gebruik. Je hoeft er maar 1 keer in de 2 weken water te geven. Al dat water gaat hierin. Hierin zit een pomp dat helemaal naar boven verpompt. En zo krijgen de planten water. Oh ja, wil je ook zo'n leuke plantenwand in je klas? Kijk dan op intogreen.nl. Daar zit ook hoe je met behulp van school, familie, vrienden en of buren geld kan inzamelen om de plantenwand te betalen. Doei! Ze zijn leuk, hè? Zo, daar ben ik weer. Nou, we hebben dus deze twee projecten. Om even dat helemaal netjes af te ronden. Dat linker project
is het grote project met die 10 wanden. Nou, daar hebben dus de gemeente Haarlemmermeer, Flora Holland, Greenpoort, Aalsmeer, Stadsregio Amsterdam, het Welland College, Pythagoras, Natuur voor Mensen, Agnes van den Berg. Iedereen heeft daaraan meegewerkt. Het is echt een heel veel groter project. En het Into Green project, dat komt dus uit de twee brancheverenigingen. En in dit traject waar we deze praktijkoefeningen zijn gaan doen. En daar moeten we eigenlijk nog een heel groot deel van gaan doen, namelijk het grote crowdfunden. Dus nu geef ik eerst het woord even aan Bert van Duin. En die gaat wat meer vertellen over het onderzoek. Krijg je dit dingetje? En ik druk op een knopje. Ja, gewoon, nee. Ja. Ja. Dankjewel. Je blijft in de buurt? Ja. Oké, dat is goed. Oké, ik zal iets vertellen over de wetenschappelijke achtergrond van de effecten van planten op allerlei aspecten in de woon-, werk- en leeromgeving. En waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk om daar toch wat meer van te weten en om toch daar onderzoek aan te blijven doen? En de reden is eigenlijk dat je wil kunnen rekenen aan de plant en de omgeving. Je kunt zeggen, nou, ik plaats planten in de klas, maar de eerste vraag die een school zal stellen is, ja, maar hoeveel planten moet ik daar dan neerzetten? En als ik minder planten doe, maakt dat dan uit? Of als ik meer planten doe, wordt het dan beter? Dus je zult eigenlijk toch ook moeten rekenen aan wat die planten doen en kunnen adviseren over hoeveel planten je nou eigenlijk neer moet zetten en wat voor type planten je eigenlijk neer moet zetten. Nou, als we kijken naar effecten van planten in de leef-, werk- en leeromgeving, dan kunnen we heel veel verschillende aspecten onderscheiden. Dat hebben we net natuurlijk ook al gehoord. Het zijn effecten op het binnenklimaat, dus de fysische omstandigheden, dus de luchtvochtigheid, de temperatuur, geluid. Effecten op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. We hebben effecten op het welbevinden, dat is meer een subjectief gegeven. Maar daaraan gekoppeld zit natuurlijk ook het gezondheidseffect. En dat is uiteindelijk toch heel objectief. Een arts zal kunnen vaststellen of iemand meer of minder gezond is. We hebben effecten op de werk- en leerprestaties. Dat zijn objectieve effecten. Je kunt mensen gewoon toetsen laten doen en je kunt meten hoe goed ze dat doen. En we hebben natuurlijk ook een effect op besef van natuurbehoud, besef van natuur, besef van onze natuurlijke leefomgeving. Wat natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk is, zodat mensen toch weer meer nadenken over de groene omgeving en hoe belangrijk het is dat die groene omgeving in stand blijft. Nou, ik zal wat voorbeelden geven van de resultaten die we in de loop der jaren gehad hebben. En die mede aanleiding zijn geweest natuurlijk om die groene wanden in die klassen te gaan plaatsen. En hierna zal Wouter vertellen hoe dat project met de groene wanden in de klassen is opgezet. Welke acties daar genomen worden en wat de eerste resultaten zijn van dat project. Nou, als we kijken naar effecten van planten op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, dan is het zonder meer duidelijk dat eigenlijk alle planten schadelijke stoffen uit de lucht halen, maar dat de ene plant het toch wel wat beter doet dan de andere plant. We kunnen dat meten. We hebben daar speciale meetcabines voor waar sensoren in zitten. Je blaast de verontreinigende stoffen blaas je in die cabine en dan kun je meten wat die plant die ook in die cabine zit doet met die stof. Het is niet alleen heel handig om te weten hoe die planten dat doen, welke stoffen afgebroken worden en hoe goed ze dat doen. Maar zulke soort resultaten kunnen eigenlijk ook een handvat zijn om planten te gaan veredelen op de eigenschappen luchtzuivering. Op die manier zouden we planten kunnen selecteren die echt
veel beter in luchtzuivering zijn dan de planten die we nu hebben. Kijk, als we kijken naar veredeling van sierteeltproducten, dan zien we dat het toch eigenlijk vooral geselecteerd wordt op bloemkleur, vorm van de plant, groeieigenschappen, ziekteresistentie. Maar dat luchtzuiverende eigenschappen eigenlijk daarbij helemaal geen enkele rol spelen. Nou, als we goede metingen kunnen doen aan die planten om de luchtzuiverende eigenschappen te bepalen, dan kunnen we in principe ook selecteren op die eigenschappen en kunnen we rassen maken die superieur zijn in de luchtzuivering. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk voor de toepassing van die planten, want hoe effectiever ze zijn, hoe meer je mensen ervan kunt overtuigen dat ze die planten ook daadwerkelijk in huis moeten nemen. Nou, dit is een voorbeeld van de effecten van planten. Selma heeft net ook al zo'n soort grafiekje laten zien. We zien dat zonder plant, dat is die blauwe lijn daarboven, blijft die vieze stof die blijft gewoon in die meetcabine zitten. Maar als we daar een plant in stoppen, dan zie je dat in iets meer dan een uur al die stof door die plant weggevangen wordt. En je dus weer een zuivere lucht gekregen hebt. Nou, hier is een voorbeeld van 11 soorten planten. Inmiddels hebben we bij Vitagoras meer dan 35 soorten getoetst op luchtzuiverende eigenschappen. En we zien dus dat er planten zijn die het heel goed doen en we zien planten die het wat minder goed doen. Uiteindelijk doen ze het allemaal, maar er zijn planten bij die het echt fantastisch doen. Die slurpen feitelijk alle schadelijke stoffen met grote snelheid weg. Dus dat zijn echt kampioenen. En je kunt dus zulke soort planten heel economisch rendabel toepassen om de lucht te zuiveren. Nou, die planten die doen dat allemaal heel graag voor ons. Maar het is eigenlijk ook wel duidelijk dat de plant zelf ook wel een gevoelig organisme is. Je zult die plant wel goed moeten verzorgen om die luchtzuiverende capaciteit van die plant op peil te houden. We hebben een hele serie proeven gedaan waarbij we die planten onder verschillende omstandigheden gebracht hebben en daarbij de luchtzuiverende capaciteit hebben gemeten. En in dit geval zien we planten die de dag van tevoren geen water hebben gekregen en planten die gewoon goed bewaterd zijn. En je ziet dus duidelijk dat die drogere planten een mindere luchtzuiverende actie hebben dan planten die goed bewaterd zijn. Hetzelfde geldt voor mechanische stress. Als we de planten verplaatsen, dan zijn ze toch wel gedurende een uur niet actief in de luchtzuivering. Dus planten die net uit de vrachtwagen komen, die zullen zeker niet luchtzuiverend actief zijn. Dat worden ze pas als ze weer tot rust gekomen zijn en in een goede omgeving staan. Dus ook in het advies van de bloemist aan de klant, ja, kun je dus zeggen dat je je planten goed moet verzorgen, omdat ze dan ook beter voor jou zorgen. Nou, in verschillende onderzoeken die we ook gedaan hebben, en dit is een voorbeeld uit het wat langer geleden gedaan onderzoek met planten aan het werk. Hier zijn in verschillende identieke ruimten met en zonder planten zijn testen afgenomen bij proefpersonen. In dit geval waren het creatieve taken. Nou, we zien dus dat in de aanwezigheid van één of meerdere planten de prestatie op de creatieve taken toch flink toeneemt. Wat belangrijk hierbij is dat zinnetje wat hieronder staat, dat het effect veel sterker is bij de proefpersonen die zelf al gerapporteerd hadden voordat we met de studie starten, dat ze toch niet zo heel fit zijn. Dus mensen die wat minder fit zijn, hebben heel erg veel baat bij de groene omgeving. Mensen die in topconditie zijn, ja, die presteren wel. En als je al 100% scoort, dan wordt dat niet meer dan 100%. Maar mensen die een beetje op het randje hangen, die kunnen in de aanwezigheid van planten
toch flink beter presteren. Nou, concentratietaken zijn werkjes waarbij je heel geconcentreerd bezig moet zijn om bijvoorbeeld foutjes uit teksten te halen. Nou, je ziet dus ook dat het aantal fouten dat mensen maken naar beneden gaat in een groene omgeving. Dus we zien één of meer planten, het aantal fouten gaat sterk naar beneden. Het gaat van gemiddeld 4 naar 3. En wat ook belangrijk om te zien is dat als we platen, posters van planten ophangen, dat dat eigenlijk geen effect heeft. Dus het zijn echt de levende planten die hier dat effect hebben. Dus plaatjes van planten zien er natuurlijk wel uit als planten, maar hebben niet dat effect. Nou, effect op gezondheid. Selma heeft net een samenvatting van dit stukje laten zien. Ik weet niet of het hetzelfde onderzoek was. Dit is ons onderzoek Plant in de Klas van een paar jaar geleden. En eigenlijk als we kijken naar de score op gezondheidsproblematieken, dan zien we dat de samenvatting van al deze verschillende aspecten van gezondheid, dat met de planten. Doet hij het nog? Ja. Met de planten in de klas gezondheidsproblemen toch minder zijn. En dat is ook een aspect wat in het nu lopende onderzoek wordt meegenomen. Nou, nog een ander plaatje van effecten op gezondheid. Dit is van het project Planten in de Ouderenzorg. Waarbij in ouderenzorginrichtingen met hele lange gangen met allemaal kamertjes ouderen voorzien werden van planten. En we zien daar eigenlijk dat hoe meer planten op de kamer, hoe groter het welbevinden. Dat is die blauwe lijn die daarboven omhoog loopt. Hoe meer planten, hoe beter het welbevinden. Als we naar de gezondheidszaken kijken, dan zien we die buigende lijnen daar. Dat zijn gezondheidsklachten, huidklachten, griepachtige klachten en psychosomale klachten. Dan zien we eigenlijk dat met het toenemen van het aantal planten de klachten afnemen. We zien echter ook dat als er te veel planten komen, dat het weer een beetje omhoog gaat. En dat zal waarschijnlijk een psychische factor zijn. Die kamertjes zijn heel klein. Die mensen zijn vanuit hun oude woning naar dat hele kleine kamertje gegaan, waarbij ze eigenlijk alle meubels toch mee willen nemen. Dus die kamers staan helemaal volgebouwd. En als er dan ook nog planten bij komen, ja, als echt te veel planten worden, dan worden ze daar dus ook niet beter van. Dus er is dosering is wel belangrijk. Nou, dus eigenlijk in samenvatting kun je zeggen, ja, groen is dus wel een waardegenerator. Groen voegt heel veel waarde toe aan de omgeving. Dus ze hebben interactie met mensen. Mensen hebben een fysieke en psychische interactie met groen. Ze zuiveren de lucht. Dat wil zeggen, ze halen allerlei vluchtige componenten die niet gezond zijn uit de lucht. Ze verbeteren de prestaties. En ze verbeteren gezondheid en welbevinden. Dus feitelijk kunnen we zeggen dat die planten een verzorgende taak hebben. Het is een verzorgend effect op mensen. En dat we dat feitelijk moeten uitdragen en gebruiken. En de klas is natuurlijk bij uitstek een omgeving waar we heel goed willen zorgen voor degenen die daarin zitten. En is bij uitstek ook een omgeving waar het gevaar op slechte omgeving, slechte lucht heel groot is. Dus het is echt een uitgelezen kans om het positieve effect van planten te gebruiken. En dan geef ik nu het woord aan Wouter, die zal verder gaan over het nu lopende onderzoek. Nou, goedemiddag allemaal, ik ben Wouter Jonkens. Ik ben van het Welland College Aalsmeer. Wij van de opleiding Green Production, zeg maar het oude teelt,
kregen via het Groen Onderwijscentrum de kans om deel te nemen aan dit onderzoek. En ja, voor ons is dat een heel speciaal onderzoek, want de nieuwe mogelijkheden op gebied van teelt, maar ook de beleving daarbij, is voor ons gewoon een heel interessant onderwerp om aan deel te nemen en om over te leren. Nou, wij doen ons onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Er is een psychologisch onderzoek. Dat houdt in, dat gaat op het gebied van beleving, maar ook op het gebied van concentratie. Daar doen Sarah en ik aan mee. Sarah zit daar, is daar ook aanwezig nu. En we hebben een deel, zeg maar, wat de luchtmetingen doet. En dat is puur kijken wat is de CO2-concentratie, wat is de zuurstofconcentratie in de klas. Je moet nagaan, bijvoorbeeld na een gymles stoten de kinderen heel veel stoffen uit en die moeten dan afgebroken worden door de groene wand. Nou, dat is allemaal af te lezen op de metingen. Nou, het is voor ons ook het laatste jaar van onze studie, dus wij maken ook onze scriptie met dit onderzoek. Nou, daar hebben wij naast het psychologische deel en de luchtmetingen, hebben wij daar ook nog wat andere facetten die wij onderzoeken. We doen lichtmetingen om wanden te kunnen vergelijken. De onderzoeken die plaatsvinden zijn op twee scholen. Dat is de Plesmanschool, de Dr. Plesmanschool in Hoofddorp. En de Optimist, dat is ook een basisschool in Hoofddorp. Daarnaast zijn nog 8 andere scholen waar wij ook kijken hoe de wand zich ontwikkelt bij verschillende lichtinvallen. Dus verschillende hoeveelheden licht. We kijken naar de omstandigheden. Er zijn scholen bij die staan naast de A9... waar bijvoorbeeld al een filter, een luchtfilter zit die de lucht zuivert die de school binnentrekt. Dus dat is voor ons wel een dingetje om rekening mee te houden. De concentratie lucht in het klaslokaal zal dus dan waarschijnlijk wel of juist niet beter zijn. Verder meten wij de groei van de planten. Dus eigenlijk gewoon ouderwets met het meetlineaaltje de bladlengtes. Dan kunnen wij ook kijken aan de hand daarvan hoeveel een plant assimileert. En wij geven ook instructies aan de scholen. U moet nagaan, een docent krijgt een wand in de klas geplaatst. Ja, een basisschooldocent zal niet op de hoogte zijn van een verzorging van een groene plant. Dus daar zijn nogal wat dingetjes die daarbij nodig zijn. Hier en daar sneuvelt er wel eens een plantje, maar dat is alleen maar ter verbetering. Zeg maar, het gaat nu steeds beter. En ook de leerlingen die leren daarin een heel deel over het welzijn van groene planten. Wat natuurlijk ook wel belangrijk is, jong geleerd, oud gedaan. En hoe eerder men geconfronteerd wordt met planten, wellicht dat dat later ook meewerkt. Nou ja, ook één heel belangrijk ding is hoe gaat een docent met een wand om? Op het moment van plaatsing kan een docent wel zeggen van, nou ja, ik heb daar een wand staan en ja, we gaan maar weer verder met rekenen. Nou, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Op de wanden, zeg maar, in de klassen waar onderzoek wordt gedaan, komen wij veel. Wij geven dan ook altijd een uitleg van wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is eigenlijk de bedoeling van die wand? En wat kunnen de gevolgen voor jullie zijn? Wat gaan wij eigenlijk onderzoeken? En er zijn scholen bij waar kinderen zo enthousiast werden dat er spreekbeurten gehouden werden over de wand. Over wat zijn de effecten van groene planten? En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in de beleving van de kinderen bij zo'n wand. Nou, wij als leerlingen gaan eens per 2 à 3 weken gaan wij langs bij de wand. Dan doen wij onze metingen, maar dan kijken wij ook hoe gaat het ermee. We geven er ook vaak nog een scheutje water bij, want ja, het was druk het laatste uur en we moesten even snel weg. Nou goed, dan vullen wij de bak ook nog even bij, zodat de plant voorzien is van water. En we geven ook tips bij de begeleiding van de wand, of bij de verzorging van de wand. Want ja, ik zei het al, het levert wel eens wat problemen op. Op de scholen met de verzorging. Maar ook is het erg belangrijk om de kinderen te betrekken bij de verzorging. Als wij op een geschikt moment in een klas zijn, dan geven wij wellicht een klein lesje. Dus daarin zeggen we van dit doet een wand, dit kunnen de gevolgen zijn. Maar ook zijn er dode blaadjes, zijn er dode bloemetjes, haal die eruit. Dat is beter voor de wand zelf en ook voor de plant. Nou, dat vinden de kinderen ook vaak erg leuk. We zeggen er wel heel streng bij. Je mag er niet aan zitten als wij er niet zijn, want dan wordt het een beetje een kaal geplukte wand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ben zelf onderdeel van het psychologisch onderzoek. En daarvoor gaan wij langs bij de twee scholen, de Plesmanschool en de Optimist. Met deze werkboekjes.
Daarin zitten twee facetten. De concentratietest, dat zijn testen op tijd waarin gekeken wordt hoe een leerling zich concentreert. En er zit een belevingstest bij. Nou, er zit de vraag in van wat vind je van de wand? Maar ook bijvoorbeeld van heb je minder klachten zoals hoofdpijn of een droge huid of dat soort dingen. Nou, dat met elkaar, dat zit verwerkt in dit boekje. En dat is door Agnes van den Berg samengesteld. Het is een beetje op een kinderlijke manier uiteraard samengesteld. Maar u moet ook bedenken, het is voor 8- tot 10-jarige kinderen. Dus daar moet je ook wat leuks van maken. Die onderzoeken die vinden plaats, de eerste twee hebben plaatsgevonden. Daar mag ik straks ook een tipje van de sluier van de eerste uitslagen over geven. Het eerste onderzoek was in oktober. Het tweede was eind november. En het laatste zal over een week, eind januari, begin februari, plaatsvinden. Nou, wij hebben nu de eerste twee bewerkt. En na januari, als de metingen gedaan zijn, komt het definitieve derde onderzoek. Nou, dit is al een kleine uitslag van de eerste twee onderzoeken. Nu wordt er gevraagd aan de kinderen, dat is een van de belangrijkste vragen natuurlijk. Wat vind je het leuk dat de planten in jouw klas gekomen zijn? Nou, overduidelijk is een meerderheid van 52% dat ze het erg leuk vinden. De beleving is ook erg aanwezig bij de kinderen. Dit zijn alle tweede scholen, de Plesman School en de Optimist. En ja, ik zei al, het is net hoe de docent omgaat met de wand en hoe leuk de kinderen het daarom vinden. Nou, wij vragen de kinderen ook van geef een cijfer aan de plantenwand. Dat is ook met leuke getallen zo lekker vrolijk. En het gemiddelde cijfer wat de Plesman School en de Optimist geven aan de groene wand tot nu toe is een 8,3. En maar liefst 96% van de kinderen die geeft een voldoende voor de groene wand. Dus het wordt erg in dank afgenomen, die groene wand. Nou, dan hebben we nu een klein staartje van wat meer vragen. Is de klas positief veranderd, is de hoofdvraag. Dus is er een betere luchtkwaliteit in de klas? Vind je het mooier? Maar is er ook bijvoorbeeld een betere stemming? Is het gezelliger? Kun je ook beter concentreren en minder vervelen? Nu is bij bijvoorbeeld het beter concentreren is 19% de mening dat het heel erg waar is. Maar dat is een belevingsvraag. En de concentratietesten, die uitslagen, die wijzen wat anders uit voorlopig. Dus voor de beleving valt misschien wat mee, maar de uitslag van de daadwerkelijke concentratie bijvoorbeeld is anders. En dan geef ik nu het woord weer over. Ja, maar goed. Oh ja, wacht. Toen ik dit aan het horen was, dacht ik van nou, er komen vast ook nog wel, misschien wel wat vragen. Ik hou even mijn verhaaltje en dan mochten er nog vragen zijn, dan komen we desnoods allemaal weer even op het podium. Maar goed, ik zeg het een beetje onerbiedig misschien, maar een heel groot deel van de mensen hier in de zaal weet dit allemaal al. Dat die planten het hartstikke goed doen in die klasse. We willen ook heel graag dat die kennis nou eens bij een grotere groep terechtkomt. Vandaar dat het Intergreen component van het project er eigenlijk over gaat van hoe kunnen we nou een systeempje neerzetten waarmee een gewone school, waar dan ook in Nederland, voor een acceptabel bedrag zelfs een plantenwand kan financieren. Zonder dat hij het hele wiel elke keer opnieuw uit moet vinden en gewoon een soort standaard pakketje voor ontwikkelen. Dat filmpje was daar nummer 1 van. En wij dachten, laten we eens kijken of we met een aantal scholen kunnen gaan crowdfunden. Nou, dat zijn we gaan doen. We hebben dat filmpje gemaakt. Nou, dat was allemaal leuk geworden. Tenminste, jullie reactie was wel zo. Dat is wel gelukt. Dat filmpje, dat creëerde ook veel aandacht op sociale media. En in dat filmpje roepen we feitelijk mensen al op. Met alle berichtjes eromheen hebben we dat ook gedaan. En we bleven maar vragen, scholen, zijn er scholen in Nederland, in onze omgeving, in onze offline netwerken, die zin hebben om zo'n crowdfunding trajectje aan te gaan? Het bleef ontzettend stil. We hebben ook aan de achterban gevraagd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat er één leverancier van plantenwanden mee gaat doen. Nee. Alle interieurbeplanters en leveranciers van plantenwanden kunnen meedoen. Dus we werden aan alle leden van beide branches uitgenodigd. Van nou, hebben jullie een mooie plantenwand
die voor rond de 2000 euro, inclusief 2 jaar onderhoud, zou kunnen leveren. Dat was een bedrag waarvan we dachten, nou, dat moet het toch echt voor iedereen wel kunnen. Er kwamen zelfs nieuwe leden van. Dat was eigenlijk de eerste respons die we kregen. Niet zozeer scholen die op ons afkwamen, maar allemaal interieurbeplanters of leveranciers van plantenwanden. Die zeiden, kan ik meedoen? Nou, die hebben keurig naar Mark Custers doorgestuurd van de VHG. En als je lid wordt van de branchevereniging, kan je meedoen. En er zijn ook nieuwe leden van gekomen. Dus dat effect heeft het in ieder geval al wel gehad. Maar we kregen van die scholen terug dat die prijs zo hoog was. Die vinden 2000 euro voor een paar plantjes, dat zeggen ze misschien wat onerbiedig, vinden ze veel. Dat is het natuurlijk ook voor een school. Maar ze zien ook niet, dat heeft Wouter heel netjes natuurlijk niet helemaal verteld, maar tussen de bedrijven door hoorde je het wel. Na een tijdje vergeet zo'n juf gewoon die planten water te geven. Dus een wandje waar niet op zijn minste systeem bij zit, met een pompje en een bak, en die ervoor zorgt dat die planten een beetje iedere 2 weken water krijgen, maakt eigenlijk in een klaslokaal geen schijn van kans. Maar de scholen zien niet dat dat dus ook een prijs heeft. Dat is een beetje de dynamiek waar dit trajectje in terecht kwam. We bleven dus maar zoeken naar die scholen. En als we dan eens een respons kregen, dan was het van, ja, poeh, nou, laat maar eens praten. Laten we maar eens komen. Wat ik ondertussen ook ben gaan doen, om dat crowdfunden goed van de grond te krijgen, dat is wel heel erg aardig gelukt. We zijn dus ook nog niet klaar. Een partner. Kijk, IntoGreen kan wel een heel crowdfund platform gaan willen worden, maar dat is zonde. Er zijn al heel veel partijen die dat heel goed kunnen. En er is er ook eentje helemaal gespecialiseerd in het onderwijs. Doet alleen maar onderwijsprojecten, heeft een heel goed netwerk in het onderwijs. En daar zijn we nu dus opnieuw aan het zoeken naar scholen om mee te starten. Het mooie is, ze hebben ook de ambi-status. En weet iemand wat de ambi-status is? Nou, dan is het een goed doel. Dus als mensen gaan meedoen met zo'n project, dan is dat geld 100% aftrekbaar van de belasting. Dus wat dat betreft staan we helemaal klaar om dit groter te kunnen uitrollen. Nou, ik geef even de weerstand bij die scholen in een sheet weer. Komt dit herkenbaar voor met mensen die een beetje in die hoek al ook bezig zijn geweest? Dit soort uitspraken? Ja? Hoor ik iemand zeggen? Ja. Nou, waar staan we nu? Ik heb een plaatje van Google geplukt van voeten in de modder. Nou ja, je staat midden in dat hele traject. We vermoeden, zeg het niet hardop, er zit angst voor het nieuwe bij. We hebben dit nog nooit gedaan. Dat heeft iedereen een beetje, maar daar kan je ook gewoon zin in hebben. Kijk, als veranderen nou makkelijk was, dan deden we het allemaal. En dan was ook niks nieuws moeilijk. Dus dit speelt zeker een rol. Je ziet ook bij die leveranciers, een van die scholen zei van, ja, ik wil, weet je wel, alle 8 mijn lokalen en de lerarenkamer en de hal, dus ik heb het al gauw over 10 wandjes, 20.000 euro, doe ik ook een lesprogramma voor. Nou, dat hebben we natuurlijk ook bij die leveranciers neergelegd. En gezegd, nou, wat kan dan je lagere prijs worden? En dan ja, dat was soms echt bij leveranciers, je moet voor deze markt ook weer anders gaan denken over je prijsstelling. En daar schuurt het ook. En dat is alleen maar interessant natuurlijk. We komen er wel uit. En wat we dus nu ook zijn gaan doen, is medefinanciers zoeken. Dus dat je zegt, we gaan het niet helemaal bij die ouders ophalen, maar we gaan kijken of er ook wat grotere partijen zijn die een deel willen meefinancieren als zo'n school al een deel zelf voor elkaar heeft gekregen. Dat kan ook een deel van die prijsproblematiek helpen oplossen. Dus het gaat wel lukken hoor. Maar ik roep jullie ook nog weer allemaal op. Kennen jullie scholen die misschien leuk zouden vinden? Heb je kinderen op een lagere of een middelbare school zitten? Het hoeft helemaal niet per se een lagere school te zijn. Als we dat eerste schaap hebben, dan weet ik eigenlijk vrij zeker. En het schaap is misschien een oneerbiedig woord. Dan komt de rest. Want het is namelijk ontzettend leuk, zo'n project om te doen, zo'n crowdfund project. Want je gaat echt met je klas een heel traject in.
En het is ook heel erg goed voor de kwaliteit van de lucht in de klas. En alle scholen willen tenslotte ook laten zien dat ze dat soort dingen met hun school doen. Ze willen groene scholen worden. Dat, dat hoor ik wel heel erg veel in de reacties terug. Dus ja, help ons nog mee. Het crowdfunden laat zien dat er wat gebeurt, maar dat het nog niet zover is dat de markt helemaal klaar is voor het product. Maar ik ben nog steeds positief. Nou ja, soms heb je wel eens een verhaal van dit is één groot successtory, maar dit is het verhaal over het crowdfunden. APPLAUS.